Lekkerkerk staat bekend om een gezellige gemeente. Ieder jaar wordt er een feestwijk georganiseerd hier in Lekkerkerk. Waar het is en wie er allemaal als gast komen en wie de organisator is, dat gaan we even bekijken. Gaat u mee naar binnen? Goedemorgen. Nico, goeiedag. Goed, dank je. Hier zijn we op de goede plaats om te kijken wat er allemaal en wanneer het is. De feestweek hier in Lekkerkerk. Ja. Daar kunt u ons veel meer over vertellen. Wanneer is het? Het is dit jaar, 21 tot en met 24 juni, meneer Nico. Dus van de zomer. En waar is het? Het is in het Park Weidehoek. Dat is de ijsbaan in Lekkerkerk eigenlijk. Dan willen we natuurlijk graag weten welke gasten dan er komen. Nou, ik hoop heel veel publiek als gast, maar buiten dat, we openen op woensdagavond met Jeroen van der Boom en Glennis Grace. Dat Jeroen van der Boom ben ik heel erg blij mee zelf, want ik ben daar wel fan van. Dat is de openingsavond. Dan gaan we donderdagavond, dat is wat moderner ingericht. We hebben een DJ staan, La Fuente. Die timmert de laatste jaren flink aan de weg en heeft ook al in de tent gestaan en is goed populair zeg maar geworden. En daarbij hebben we Gers Pardoel, ook nieuw in de feestweek. En daar zijn we ook blij mee natuurlijk dat die wil komen. Dan gaan we naar de vrijdag. Vrijdagavond is de Hollandse avond van oudsher. Dus we starten met de deurzakkers. Dan John de Bever. Als laatste hebben we Frans Bauer. En Hollandse kan het eigenlijk niet. Dat geweldige avond. En zaterdag hebben we nog een mystery guest. En DJ Fabian draait natuurlijk. En wie hebben we nog meer? Oh ja, natuurlijk. Op het einde. Als echte afsluiter dit jaar, de zware jongens. Dat hebben we nou. Dus dat wordt een gezellige week. Ja, sowieso. Kaarten? Kunnen we de kaarten bestellen? En zijn er nog kaarten? Ja, nou daar sta je goed voor hier in het Veerhuis in Lekkerkerk. Hier zijn de kaarten te koop. En er zijn nog... Er zijn nog voldoende kaarten, dus loop gerust binnen en dan hebben wij hier de kaarten liggen. Maar er is ook nog een soort passepartout, begreep ik? Ja, er is een passepartout. Dat is je kaart eigenlijk. Je koopt één kaart, die bestaat uit vier delen. En elk deel van die kaart is één dag en zo kom je aan vier dagen. En met dat deel van die dag ga je naar de tent. Daar wordt je gecontroleerd, je leeftijd en dergelijke. Krijg je de bandjes om en zo kom je binnen. Dus dat is makkelijk. Er is vorig jaar een sfeerimpressie gemaakt over het feestweek doen. Zullen we daar eens even naar gaan kijken? Ja, hartstikke leuk. Het is echt een heel leuk filmpje om te zien. En dan zien de mensen ook wat er allemaal gebeurt achter de schermen en ook voor de schermen. Ook van de medewerkers, et cetera, wat erbij zit. Het zit er helemaal bij, ja. Ja, echt heel leuk. Ja. Mag ik heel veel succes toe wensen? Ja, dankjewel. Mooi weer en op naar de komende zomerfeestweek. Dankjewel.
stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tight. Het maakt niet uit hoe je wakker. Als je in elkaar zit, gaan we schuiven. Als je nu schuift, duikt het helemaal uit elkaar. Duikt het helemaal uit zijn fatsoen, of niet? Ik heb het heel voorzichtig een beetje. Ik vind het zo stukje. Als je nou twee tellen wat zonder in elkaar is, dan... Het niet meer doet, dan schakelt hij binnen 10 seconden over op de andere. Ja, stop. Zoiets van nou als we dan wel eens eruit. Jongens, even een bakje, anders is koud. Hier hebben de grote der Nederlandse artiesten gezeten. Ja. Eigenlijk jammer dat ik dat niet vanaf het begin gedaan heb. Ja, ja. Jullie doen het al heel wat jaartjes hier, of niet? Achtste jaar is het. Ja. Terug gaat door die goot.
met zijn tent daar naartoe legt, heb je dan genoeg kabel? Kan Dirk hem zelf wel inprikken, dat weet hij wel. Oh ja. Wonder if he's gone to stay. En
dat soort dingen moet je gewoon ons bellen, want wij krijgen alles binnen en wij kijken gelijk in de computer. Ja, ja. Want de toppers was in de arena of zo? Ja, in de arena. Ja, kijk, de arena heeft waarschijnlijk een drank- en horecavergunning. Ja. En als je een drank- en horecavergunning hebt, dan mag je gewoon sterke drank schenken. Ja. Jullie hebben geen drank- en horecavergunning. Jullie hebben een ontheffing om alcohol te verkopen. Maar die ontheffing die geldt alleen voor zwak alcohol. En zwak alcohol, het is bier en wijn. En dan is het alleen wij en de artiesten en de techniek van de artiesten die aankomen rijden hierachter. Dus voor de rest is het hier vrij en open. Deze kan je open doen zo, bij calamiteit? Ja, als het goed is wel. We hebben bijvoorbeeld daar nog een vlucht die kant op. Ja, nou ja, hij hangt al klaar. Je ziet het in de doek. Dus twee toegangspoorten. Perfect. De eerste opvang is eigenlijk de ID-controle. Dat doen ze buiten al. Ja, dus dan kan je de scheiding al maken bij de deur. Stroom. Ik heb overal aan gedacht. Nee, ik vind het ook allemaal keurig. Ja? Dankjewel. Ja. Ja. Geen vragen verder? Nee. Oké, nou dankjewel. Dankjewel. Ja, ik hoop het ook. Als weer mee zit, dan gaat het allemaal goed. Als iedereen. Ja, blikjes mag ik. En dit niet. Hallo? Ja, ik moet blikjes regelen. En ik moet achter de bar gewoon duidelijk maken met één spandoekje van onder de 18 geen alcohol en de boven. Het moet wel leesbaar zijn. En dit is leesbaar. Oké. Dus als ik dit bij alle tweede punten ophang, dan. Ja? Dat is hartstikke mooi. Nou, dan heb ik het al binnen 5 minuten opgelost, deze. We moeten wel meer op de Ik heb dit nog nooit gehad, hè? Dit was de eerste keer in 8 jaar dat ik nou controle heb. Maar het is op zich is het wel opgelost, alleen het is even balen. Kijk het maar, ik zie de controle wel komen. Ja, die heb ik dus. Vind je het mooi hangen, zo? Ja, ik vind het hartstikke goed. Ik wil je hem hoger hebben. Ik zeg van niet. Oh, de trust bedoel je? Ik zeg van niet. Oh, dat doen we toch niet, maar hou rekening met bier gooien. Ja, op het podium hebben we er 2 hangen en we hebben er hier 2. Hier wat gefouilleerd moet worden. Ja. En de 50-plussers gewoon hier gewoon door. Ja. En wil jij kijken dat daar ook de mensen niet die ijsbaan op vluchten, zeg maar. Dus, tof vanavond. Hoi. We draaien voor jou toe, is goed hoor. Yeah.
eten, man. Ach, zeker. Ik zit een stukje curry te eten. Oh, man. Jongens, eet smakelijk, hè? Laat die technische mannen maar apart zitten, hoor. Ik wil niet dat ze bij ons zomaar gaan zitten, hoor. Ja, de koelcontainer, ja. Dus dan lopen ze mee. Mijn sleutel is al heel een paar uur kwijt van de tentdeuren. Ja, ja. Ja, ja. Ha, ha, staat met de camera boven dat hek. In het gras. Heel de middag al kwijt. Zo'n muil. Zo. Gelukkig, zeg hij. Kijk eens. In het gras. Wat nu gebeurt, deze week zeg maar, dat is mijn werk. Als we dadelijk als het half acht is, dat is niet meer jouw werk. Dan moeten de mensen die hier staan, moeten het doen. Ja, ik weet het, die moeten het doen. Ja. De Wessel Disco Show. Klikjes en wordt karton. Waar is het? Oh, hij is echt aan het zeggen. Hallo! Het is een paar weken een ukulele. Ah, geweldig, geweldig. Dat hij ook aanslaat. Ja.
opposities die handen omhoog doen. Zeg, laat je allemaal even horen. Voor niemand minder dan de zware jongens. Zijn we er klaar voor? Nou, want het is achterin, is het nog een beetje stil. Stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Het is stil aan de overkant. Handen omhoog. En dan gaan we. 3, 4. Hey, 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 hey. Ik klim even naar voren, mijn jaarlijkse praatje. Ik wil iedereen hartelijk bedanken, maar ook jullie voor de gezelligheid in de zaal. Geef een applaus voor jezelf, geef voor iedereen een applaus. Dankjewel. En we gaan elkaar zien, dankjewel. Ik hoop jullie weer ook te zeggen, mensen vinden het hartstikke leuk. Als ze zien dat wij zelf gewoon ook gewoon hard aan het werk zijn. Omdat je in een stoel zit en alleen maar loopt te wijzen. Van, ja, maar ik moet niet altijd op die film staan. Nog even die handen. Deze vriend begrijpt me wel. Laatste kans voor vanavond. Vertrouwen is het enige dat telt. Zelfs een blik zegt genoeg voor die hechte vrienden. Every time we say goodbye, I die a little. Every time. I wonder why a little, why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go when you're near, there's such an air.
of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say Francis. Hoi. Hey Francis, tot volgend jaar. Hè. Tot volgend jaar. Hey Francis. Francis. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Hey. But how strange the change from major to minor every time. Hier in de spiegel zie ik een man. Zonder te spreken spreekt hij me aan. Zie mijn verleden terug in zijn blik, want de man in de spiegel, die man ben ik. Toch lijkt het een vreemde, zo nu en dan, want ik blijf een jongen en hij is een man. Maar tijdloos, tijdloos wil ik zijn. Jong in mijn hart en jong in mijn hoofd, verheven boven de tijd en de uiterlijke schijn. Hier in de spiegel zie ik een kind dat zonder te spreken zegt wat het vindt. Ik zie mijn dromen terug in zijn blik, want dat kind in de spiegel, dat kind ben ik. Toch lijkt het een vreemde, zo nu en dan, want hij blijft een jongen en ik ben een man. Maar tijdloos, tijdloos wil ik zijn. Jong in mijn hart, een jong.